Als het licht door de lens is gevallen op de sensor, wordt het geprocessed en gecomprimeerd en vervolgens wordt het opgeslagen. In de processing gaan we nu kijken naar twee verschillende dingen. Eerst naar de gamma-instellingen en vervolgens naar het black level. Het signaal dat het display binnenkrijgt om weer te geven, wordt niet lineair weergegeven. Dat zie je hier in deze curves. De bovenste curve is van wat de camera opneemt. En de onderste curve is hoe de display het weergeeft. Bij elkaar opgeteld betekent dat dus dat dat een lineaire weergave weer wordt. Dit zorgt er dus voor dat een grijswaarde van bijvoorbeeld 0,2 ook zometeen op de display 0,2 wordt weergegeven. Bij een andere instelling van de opnamecurve, de gamma-curve van de camera, betekent dat dus dat een waarde van 0,2 misschien 0,3 wordt, of een andere waarde. Hier zie je verschillende curves die in te stellen zijn, bijvoorbeeld bij de Panasonic camera. En wat opvalt is dus dat de steilheid van de curve steeds iets anders is. Met die verschillende curves kan je dus de manier waarop de camera de grijswaardes handelt, kan je aanpassen. In dit voorbeeld zie je dat hoe steiler de grafiek wordt, de normal curve, hoe harder het contrast wordt. In dit voorbeeld van Canon, de log gamma instelling, zie je dat hoe vlakker de curve wordt, hoe minder contrast en hoe meer je daar dus later nog details uit kan halen. Het kan vaak voorkomen dat zwart niet zwart is in jouw plaatje. En wat je ook doet, sluit het uit aanpassen, diafragma aanpassen, die gain staat helemaal uit. Zwart is niet zwart. Vaak staan dan je master black levels, oftewel de echte zwartniveaus, niet op zwart. En die kun je in het menu namelijk ook aanpassen. Je kunt alles vernachtelen aan die camera, waardoor je plaatje er niet meer fatsoenlijk uitziet. Even kijken. In deze camera heet hij de Master PAD, Pedestrian, Master Pedestrian, oftewel het niveau van zwart wat erin zit. Kan je aanpassen. Op dit moment staat hij op 0, dus geen aanpassingen. Het kan ook soms zijn dat je het bewust wil aanpassen om dingen meer het zwart in te trekken. Ga je negatief daarin, dan zie je hem hier nu ook echt negatief worden in de grafiek en trekt hij heel veel naar de 0 toe. Wat zie je gebeuren in het plaatje? Contrast wordt hoger, want die bovenste worden bijna niet aangepast. Ga je de andere kant op, ik ga nu naar de plus, hij staat nu op 0, het zwart niveau, dan zie je hem weer op de stand die hij normaal net had. Zet ik hem omhoog, dan zie je dat hij omhoog getrokken wordt. Hij wordt niet overbelicht, dus hij verschuift niet gewoon die hele grafiek omhoog, maar hij pakt echt alleen het onderste niveau, het zwart niveau, zet hij iets hoger en daarbinnen moet dan alles passen. De bovenkant blijft hetzelfde. In je plaatje zie je dus, zwart wordt grijs. En geen optimaal plaatje om op te nemen. Master PAD of het zwart niveau. En in dit geval is 0 prima.